Dames en heren, 2010 is ten einde, 2011 is net begonnen. En u weet, dan is het de traditie dat de burgemeester van Stijn u via de lokale omroep Stijn toespreekt. En dat doe ik ook dit jaar. En ik doe dat graag. U bent natuurlijk nog maar net bekomen van de champagne, de oliebollen en alle andere versnaperingen die u ten deel zijn gevallen bij de jaarwisseling. En ik hoop dat u dat allemaal goed heeft doorstaan. We staan op de drempel van 2011 en we kunnen met elkaar vaststellen dat 2010, net als al die vorige jaren, weer buitengewoon enerverend is geweest. We hebben verkiezingen gehad. We hebben verkiezingen gehad voor de gemeenteraad, we hebben verkiezingen gehad voor de Tweede Kamer. En we constateren dat Nederland, maar ook Stijn, er niet altijd rustiger op zijn geworden. Niet in rustiger vaarwater zijn gekomen. Niet dat dat altijd aan de verkiezingen ligt, maar het heeft er wel mee te maken. De politiek verhardt. Het lijkt alsof tegenstellingen worden uitvergroot. Alsof dat wat ons moet binden, ons niet bindt, maar minder belangrijk is geworden. Politiek lijkt meer en meer een speeltje te worden van enkelen, waarbij het algemeen belang vaak achterblijft bij het particuliere belang. En dat maakt dat mensen wantrouwend staan tegenover de politiek en in het verlengde daarvan ook wantrouwend staan ten opzichte van het openbaar bestuur. En laten we eerlijk zijn, ook af en toe wantrouwend staan tegenover de gemeente. Wij moeten ons dat aantrekken als gemeentebestuur. Ik trek me dat als burgemeester aan, maar ik denk ook dat de burger zich dat moet aantrekken. Want de gemeente, de overheid, is nu eenmaal van ons allemaal. En het is eigenlijk heel onverstandig om de gemeente als iets van de ander te beschouwen. Nee, de gemeente is er voor u, maar is ook van u. Provinciale statenverkiezingen werpen hun schaduwen vooruit. En als het beeld niet verandert, dan zijn de voortekenen niet al te gunstig. De verharde politieke debatten lijken de boventoon te blijven voeren. Maar toch, er heerst ook een sfeer van optimisme in Stijn. Ondanks moeilijke economische tijden, bezuinigingen, die doen pijn, die gaan zelfs bepaalde groepen wellicht meer pijn doen dan anderen, toch merk ik dat er optimisme is. Stijn werkt letterlijk aan de toekomst. En we hebben dat kunnen zien. Vorig jaar stond ik hier op deze plek en moest ik u meedelen dat we hard aan het werk waren om de eerste gevolgen van de verschrikkelijke brand in het winkelcentrum het hoofd te bieden. En dat hebben we gedaan. Medio afgelopen jaar is het tijdelijk winkelcentrum gerealiseerd en het voorziet weer als vanouds in een behoefte. Stijn werkt letterlijk aan de toekomst. We bouwen ook aan het nieuwe centrumplan in zijn definitieve vorm. Nu nog niet zoveel van te zien, nu nog een kale vlakte, maar ik verzeker u dat achter de schermen door medewerkers, door bestuurders, door marktpartijen heel hard gewerkt wordt om in niet al te lange tijd daar weer een prachtig centrum te laten verrijzen. Optimisme straalt ook uit de samenwerking in de regio. Stijn werkt samen met haar partners in de regio aan een betere, veiliger, groenere en meer duurzame omgeving. Verschillende regioprojecten zullen ook in Stijn hun beslag krijgen. We zullen naar verwachting een zeer aanzienlijk bedrag krijgen vanuit de regio om ons deel van het centrumplan te realiseren. Er wordt voor in totaal meer dan 2 miljoen aan groenprojecten vanuit de regio gefinancierd. Natuurlijk, het zijn hele grote plannen, hele grote projecten en er moet nog steeds veel gemeentelijk geld bij. Maar toch, het laat zien dat samenwerken loont. En dat als je samenwerkt, dat je dan daar ook financieel en materieel voordeel bij kunt behalen. Optimisme was er ook in de besprekingen die wij gevoerd hebben en nog gaan voeren met u over de strategische toekomstvisie van Stijn. Waar gaat het met Stijn naartoe? Ik heb daar hoge verwachtingen van en beide zijn gericht op het maken van een duurzame en meer toekomstgerichte visie voor Stijn en voor haar bewoners. Ik heb vorig jaar de veerkracht van Stijn geroemd. En ik roep u op om dat ook dit jaar waar te maken, ook in moeilijke tijden. Ook als er als gevolg van de financiële en bevolkingskrimp moeilijke tijden aan zitten te komen. Ik heb daar alle vertrouwen in. Stijn is een fantastische gemeente om voor te werken en om in te werken. Voor mij, maar ook voor u. Daarbij is het van belang om met elkaar te constateren dat niet alle heil voor u, voor de samenleving van het gemeentebestuur verwacht mag worden. Dat verantwoordelijkheid vooral ook een
zaak is van ons allemaal. Dat iedereen zijn eigen rol daarin speelt. En dat succes op de lange termijn alleen gewaarborgd is wanneer we samen, burgers, bedrijven, maatschappelijk middenveld en overheid, aan dezelfde kant van het touw trekken. Dames en heren, ik wens u op deze eerste dag van het nieuwe jaar en uw naasten een bijzonder gelukkig en voorspoedig en bovenal gezond 2011 toe.